Morgen vroeg doe ik mijn allerlaatste ochtendshow, nachtshow, voor de kerstvakantie. Maar vanavond doen we een Cube, dat is zo'n klein concert. En vanavond is dat Stan van Samang. En ik heb een date met Stefanie. Die kan een mannelijke man wel appreciëren, dus als je je geroepen voelt. Het is vandaag te doen met Taxi Stee. Hoe moest ik u betalen? Hey, ik heb u wel al betaald met een ticket voor Stan van Samang. Bedankt daarvoor. Ik ben niet zo geïnteresseerd eigenlijk. Niet voor kale mannen? Nee. Met veel haar en een baard? Baard hoeft niet, maar haar op het hoofd is wel leuk. Dus ik vind dat geen overbodige luxe. Big Mac? Ja? Ook een menu alsjeblieft met een Cola Zero. En ook mayonaise? Het is een kleine stop, drive-in. Toch heel praktisch is dat eigenlijk niet, hè, zo in een auto eten. Nee. Maar wel gezellig. Kei gezellig. Hi. Hi. Ik ga jullie eerst drie jetonnetjes geven om iets te drinken. Alright. Dat is al precies geboeid zo. Dat is hier op de rode loper. Ja, ja. We hebben ook oorstopjes gekregen voor als we Stan van Samang eigenlijk niet graag horen. En het maakt u zo waar nog schoner. Ik vond het echt top, maar echt top. Vooral zijn een band, zijn een live band is echt... Die mens zingt nooit vals, maar nooit. Echt, die zingt... Kan overal aan. Zijn bekendste hit zingen. Een ster, hè. Wow, 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 wow. Dat is zo dat einde, hè. Is uw gedachte over kale mannen veranderd? Nee. Ik ben nog altijd niet zo fan van kale mannen. Allee. Jij wel? Kirsten ja. Wel. Toon zou echt lelijk zijn als een kale man, daar ben ik zeker van. Ga niet, hè. Dat is een ei. Lelijk. Dat is wijn uit theelichthouders. Lijkt toch een beetje op een theelichthouder of zoiets. Ik was onscherp vorige keer in dat film, ja, in die vlog. Theelichthouder. Ik ging net op de rode loper gaan. Ik ben heel decoratie. Nee. Hallo! Nee. De rode loper ben ik altijd scherp. Maar nu zet je ook scherp. Dank u. Oh! Het licht. Hallo, Jan Tans. Hey, hallo. Wat vond jij van Stan van Samang? YouTube Jan Tans. Bij deze ook een uitdaging voor jou. Toen stopte het filmpje, dus ik ben er eigenlijk vanaf. Nee, nee, nog niet. Niet. Oei! Ja. Mijn gsm blokkeert. Jammer. Ik heb een nieuwe iPhone nodig. Mm. Ah, maar dat is goed, dan kun je dat op je vlog doen, hè. Ja. Dus, ja. Ja, maar langer, hè. Dag Jan. Tot de volgende. Tot de volgende. Je hebt goed gereden. Ja, het was een goede rit. Ik vond het ook. Ja! Batterij plat. Nee, ik heb een nieuwe ingestoken, maar het werkt niet altijd. Ik word er agressief van. Alsjeblieft, alsjeblieft. Moet ik echt uitstappen? Allee. Mwah. Salut. Ik heb zelfs gewoon lippenstift op je. Oh, echt? Ik zal het afdoen. Salut. Tada. En nu in Vilvoorde voor de allerlaatste vroege ochtend. Het is een drukke dag vandaag, want het is vandaag kerstavonddag. Het is al bijna 11 uur en tot nu toe loop ik nog altijd zo rond. En heb ik vooral dit gedaan. En ik moet nog beslissen wat we gaan eten vanavond. Naar de winkel om alle ingrediënten te halen. En dan moet ik ook nog naar de winkel voor cadeautjes, want morgen is er een familiefeest en we doen ook zo'n soort Secret Santa. En ik moet voor Bas en grootouders cadeautjes gaan halen. En dat is allemaal op de dag dat iedereen die veel te laat is met alles, dat ook nog moet doen. Hey. Ik kan dus alleen maar hopen dat het niet te druk is. Maar ik denk dat dat wel gaat meevallen, want de winkel waar ik naartoe moet is volgens mij niet de populairste voor kerstcadeaus. De winkel is Eurotuin.
Dus het kan mis zijn, maar ik denk dat het redelijk rustig is. En nu nog op zoek naar alle cadeaus. Bas en opa wil handschoenen, tuinhandschoenen, plastieken. En een gieter met sprooikop. Gieter, sprooikop. En een flesje avocado, maar dat ga ik niet vinden in de Eurotuin, denk ik. Maar dat is hier precies het paradijs. En kippen. Wees er als de sierkippen bij. Lol. Als je een katjoebottenfetish hebt of zo, hier moet je zijn. Ik denk dat we er klaar voor zijn. Alle ingrediënten zijn er, alle kaarsen zijn aan. Nu moeten we alleen nog koken en drinken. Ik denk dat dat wel goed komt. En voor u ook een vrolijk kerstfeest. Bas heeft voor het voorgerecht gezorgd. Het is pastinaaksoep met ham. En het ziet er super goed uit. Ik heb het hoofdgerecht gemaakt. Daarom is het simpel. En Bas was verantwoordelijk voor het dessert. En het is klaar. Oh. Ah ja, werken op kerstdag. Het voordeel van werken op kerstdag. Je krijgt eten. Het is kreeft, denk ik. En een dessertje ook nog. Yo! Yo, werken op kerstdag. Dat is dubbel betaald, hè. Dat is niet waar. Maar we hebben wel kreeft gekregen. Joe is er ook. Ja, ja. Zit al aan 350 volgers? Nee. Ja, ja, dan ga ik nog niet meedoen, hè. Werken op kerstdag. Ja, mijn beste wensen. Voor u hetzelfde. Het is mijn favoriete dag om te werken. Net zoals jij, denk ik niet. Je hebt een mooie kersttrui aan, Anne. Okay. Wat staat erop? How about snow? How about snow? En nu vlug terug naar Gent, want ik moet eigenlijk op een familiefeest zijn. Hier hebben we de tafel, mooi gedekt. De keuken. Daar is het toilet. Dat is ook heel handig als je nodig moet. Dan hebben we hier het eerste dat zoiets allemaal opkomt voor lekker te kunnen eten. En de werkende mensen die het eten aan het bereiden zijn. Even kijken bij de werkende mensen die het eten aan het bereiden zijn. Hè. Lukt het? Ja. Christmas ham. Een Christmas ham. Een kerstham. Fins. In Finland doen ze, like dat wij kalkoen doen, doen ze daar zo'n ham. Dat heeft dus al 10 uur in mijn oven gezien. Zo lui. Ja. Komt ervan, toch al die examens, hè. Weer een roadtripje naar Limburg. Voor een familiefeest. Maar het is niet echt een kerstfeest, maar het is eigenlijk omdat mijn onkel 60 wordt en op pensioen gaat. En misschien is er nog een reden, maar die ontgaat me nu even. Prachtige dag vandaag om in de auto te zitten. Ik ben er geraakt. En als je dacht dat er in Limburg alleen maar bomen en velden en zo zijn, zwaar. Wat is dat hier, zeg? Het is eigenlijk een soort van tuinhuis, een veredeld tuinhuis, waar je kunt zuipen. Nieuw hobby. Nieuw hobby. Ja, ja, ik ben nu een hobby begonnen, hè. Moet je ook verzoekjes? Ja, dat is moeilijk. Kijk, je moet eens plassen. En gaan plassen. Misschien moet je dus voordoen, Lies. Ja, heel ladylike. En dan kribbel, kribbel, mijn muis hier over het gemaaid gras. Muis. Ah ja, dat mag ik precies ook niet meer zeggen, muis. Je mocht wel muis zeggen, maar dat is een beetje raar eigenlijk. Muis. Muis, poes, poef. Ja. Vagijn. Vagijn, ja. We zijn een wandeling aan het doen, maar we hebben eigenlijk 100 meter gewandeld. En nu zijn we teruggekeerd, omdat het te ver is. Vandaar. Vandaar. Bijna 100. Nee, dat is... Geen tot daar. Je hebt één lampje in je living ook niet te halen, dat is die andere lampjes. Hoe houd je dat vol? Ik heb lelijke lampjes in de living. Ja, maar je hebt er vier, maar hoe kun je die niet allemaal dezelfde hebben? Als ik naar Limburg ga, dan zeggen ze in Gent altijd dat ik de groeten moet doen aan de koeien. Maar ik zie geen koeien. Er zijn er hier geen. Dat is wel moeilijk. En zelfs geen koeien, zo leeg is Limburg. Speciaal, maar wel leuk. En nu terug naar huis. Ik ben echt super moe. Dat komt omdat ik in een tussenfase zit tussen een nachtritme, waarin ik niet moe was. Maar ik moet nu overschakelen naar een normaal ritme.
Ik heb nu 3 rotnachten achter de rug. En ik hoop dat ik nu een keigoeie nacht heb. En morgen opsta en dat de jetlag over is. Slaap wel. Ik voel mij al veel beter. Ik weet dat ik er nog niet 100% uitgeslapen uitzie. Maar ik voel mij al veel beter. Dus dat is al vandaag veel monteerwerk. Maar eerst moet ik nog even naar het centrum, want ik heb iets superklein nodig uit de mediamarkt. Maar hier in de straat is er geen mediamarkt, dus ik moet er wel voor naar de stad. Let's go! Ik heb wat ik moet hebben en ik zit nu op de gaslijn Gent met... Frederik. En Dries. Ik ben uw naam vergeten. Dries. Dries. En Dries is... Cameraman. Cameraman en hij ook. Oh. En de enige die een camera vast heeft, ben ik. Vinden jullie van Gent? Schoon. Prachtig. Wel veel toeristen, maar ja. Beter dan Antwerpen. Maar jullie zijn ook toeristen nu, hè? Ja, wij zijn ook Belgen, hè. Toeristen in eigen land. En nu een dansje? Een dansje. Kijk, het is een dag in het leven van Jan Tans, die ook de normale dagelijkse dingen doet, zoals zijn veters vinden. Mannekes. Het pijn in het hart. Gelukkig. Tot de volgende. Goed thuis, hè. Ja, gelukkig. Hallo. Die twee, dat zijn eigenlijk gasten die ik alleen maar online kende. Maar ze hadden vandaag een meeting in Gent en daarom hadden ze mij een bericht gestuurd. Of ik toevallig ook in Gent was, hebben we even samen iets gedronken en een keer kennis gemaakt. Was gezellig, maar nu zijn ze weer terug naar huis. En ik ben op weg naar huis. Moet je toch even kijken naar de zonsondergang. Want dat is wel heel mooi in de winter. Een voordeel van de winter. Kruis het maar aan in uw lijstje. Met maar één checkpoint. Super merci dat je alweer gekeken hebt. Als je deze video leuk vond, mocht je altijd een duimpje omhoog geven. Vergeet ook zeker niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. Dat kost niks, maar zo blijf je elke week op de hoogte. Er is elke woensdag een nieuwe vlog. En als je iets wilt weten, mocht je dat altijd hieronder vragen. Dat kost ook niks. En ik doe mijn best om even te antwoorden. Tot woensdag. Dit is even dichtgeplakt. Sowieso dat iemand dat gewoon thuis nog in zijn kast had liggen. Daar al heeft uitgegeten. Uiteraard. En het dan terug heeft dichtgeplakt. Dus fucking gierige collega's. Was dat 10 euro? Dat weet ik niet. Maar als het van de baas komt, dank u wel, baas.